hebben vandaag een bijzondere dag. Het is 4 mei, de algemene dodenherdenking. Maar daaraan voorafgaand hebben wij vandaag een gedenkplaat onthuld. Ter nagedachtenis van de 28 Joodse inwoners uit deze gemeente die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Dirk Salom, 24 jaar. Erich Salom, 58 jaar. Maggie Schuler, 54 jaar. Max Weinstein, 23 jaar. En als ik zeg niet overleefd, dan is dat een mooie uitdrukking. Maar feiten zijn ze gewoon vergast en afgeslacht. Vijga Vogelsoon, 58 jaar. Julius Kaan, 56 jaar. Had dit plaquette niet al jaren eerder moeten hangen? Is het omdat het is al 65 jaar geleden? Ja, dat had gekund. Maar er is heel lang het beleid geweest van heel veel gemeentes om alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog onder één noemer te herdenken. En pas de laatste jaren is er meer specifiek aandacht gekomen voor bepaalde groepen. En vandaag hebben wij dat dus gedaan, de nagedachtenis aan de Joodse inwoners uit onze gemeente. Jacob Godschalk, 64 jaar. Johan Godschalk, 70 jaar. Doris Grauman, 70 jaar. Leopold Goedherts, 72 jaar. Ik denk dat het een teken is dat we deze mensen willen blijven herdenken. Dat we tegelijkertijd ook niet alleen het terugkijken naar het verleden, maar dat wij ook met name ook aan de jeugd kunnen vertellen dat als je niets doet aan onrecht, een beetje van je afkijkt of dat je bang bent, dat dan dit soort vreselijke dingen kunnen gebeuren. Sejuna Koekhaart, 39 jaar. Sarah Baas, 66 jaar. Jenny Nooy, 68 jaar. Ja, wij hopen eigenlijk ook met deze plaquetten dat wij dus elk jaar opnieuw aan deze mensen aandacht kunnen schenken. En dat ze blijvend een teken zijn dat we ons nooit mogen onttrekken aan onze plicht om ook voor onze medeburgers te zorgen.